maandagavond. Hè. We hebben een gast vandaag in de studio die 23 jaar geleden werd geboren als Lodewijk Flirter. Dat is niet de naam waar je hem onder kent. Brak vorig jaar definitief door met onder andere Vandaag, Zomer en Uitzicht. En mag ik een applaus voor de man die vanmorgen nog tweette dat hij moest herstellen van het Amsterdam Dance Event. Bakerbal! Ja, dat tweetje zagen wij van jou vanmorgen, Lodewijk. Ja, en het was ook helemaal waar. Hey, maar jou vertel, hoe herstel jij dan op zo'n maandag? Nou, ik heb nog nooit de Sopranos gezien. Ja? En ik ben dus nu begonnen met de Sopranos. Dat is voor jou het ultieme. Ja, dan ga ik op de bank liggen en met chips en allemaal ongezond voedsel. Dat is een serie? Ja, nou, Sopranos ken je toch wel? Oh, nee, ik ook niet hoor. Het is echt een legendarische serie. Dat is zeker een aanrader. Ja? Nou, bij deze mocht ik in brak zijn voor iedereen die zit te luisteren. Bakerman tipt de Sopranos. Ja. Wat heb jij allemaal gedaan tijdens het MCM Dance Event, Lodewijk? Ik heb heel veel events bezocht van bevriende DJ's en muzikanten, et cetera. En natuurlijk mijn eigen feest gehad vrijdag. Hoe was dat? Gruwelijk. Ja? Ja. Vertel, wat gebeurde er allemaal? Ik had samen met Goldfish, Zuid-Afrikanen, een eigen evenement georganiseerd in de overkant, Amsterdam Noord. Ja. Ook Watermet was er, mijn bijna naamsgenoot. Ja. Chris Malinchak en Wankelmoed en al die gasten waren er. Die hadden een goede uitgenodigd. Line-up. Ja, echt een sterke line-up. En overkant is een soort verlaten fabriekshal. Ja, was gewoon heel vet. Het was heel uitverkocht en tof. En nu lekker aan bijkomen op maandag. En we zitten een beetje aan het eind van het jaar, 2014. Vorig jaar was het jaar dat jij echt sky hard doorbrak. Dat iedereen je gewoon goed leerde kennen. Is dan 2014 voor jou een rustiger jaar of juist een drukker jaar? Het jaar dat 2013 leerde iedereen je kennen. En... Nee, een heel druk jaar. Ja? Ja, een heel druk jaar. Vooral omdat ik en ontzettend veel optredens had het jaar. Mm-hmm. Echt wat grotere festivals en dat soort dingen. Juist doordat 2013 zo doorgebroken was. En ook mijn album heb gemaakt dit jaar. Ja. Ja, en dat was ook best wel veel werk. Ja, en wat ik ook heel erg leuk vind, jij doet ook, want je hebt natuurlijk heel veel DJ's die gewoon ergens gaan staan met een stick, wat natuurlijk ook heel knap is, maar jij doet ook echt live shows. Jij hebt live shows gedaan in Londen en Parijs met een echte band en zo. Nou, misschien kan je het verder beter zelf vertellen, maar... Ja, echt een zeskoppige band. Ik probeer altijd een beetje nieuwe dingen te zoeken. Het was al eerst met saxofoon spelen, maar opeens zijn heel veel gasten dat gaan doen. Toen dacht ik, hoe kan ik nu weer vernieuwen? En echt een zeskoppige band. Piano, percussie, zang, whatever. Alle instrumenten waren live. En ja, echt uitverkochte shows in Londen en Parijs was helemaal fantastisch. Maar en, ik heb er vanmiddag even een filmpje van zitten kijken. Het ziet er wel heel vet uit. Hoe doe je dat? Want je hebt gewoon een band, die speelt het vervolgens toch? Wat doe jij dan nog qua draaien? Ik had geen drummer. Dus ik deed de beats en de synthesizers. Dus jij was eigenlijk gewoon de drummer? Nee, want ook de synthesizers. Ah, okay. Want dat is dan al het elektronische, zeg maar, dat doe ik. En de piano en de klassieke instrumenten, die worden bespeeld. Is dit een soort van droom voor jou dat je dit hebt gedaan? Ja, want dat was vooral in Parijs en Olympia was altijd al gewoon... Ik ben heel erg Frankrijk georiënteerd. En Olympia is gewoon de vetste locatie waar ik kunt staan. Dus het was echt een droom die uitkwam. Ja, misschien zat ik een heel goed filmpje te kijken. Maar ik vond het echt heel leuk om te zien hoe iedereen daar echt in die zaal losging op het moment dat die drop erin kwam. En dat het gewoon echt... Ja, het zag er heel mooi uit. En ga je daarmee door trouwens met die shows? Ja, dat wil ik wel heel graag. Het enige is, het is ontzettend veel werk. Ja. En ontzettend duur voor mij. Het is echt een investering van mijn kant. Maar wel een hele mooie investering. Maar we gaan het is zien fantastisch, maar het moet ook kunnen, weet je. Nee, ik weet dus nog niet 100% zeker of het terug gaat komen. Nee, ja, dat weet ik wel 100% zeker. Maar of het in een hoge frequentie terug gaat komen, dat weet ik niet. Of ik het heel vaak ga doen. Het blijft iets speciaals. Dus alleen de grote steden, grote locaties. Hey, en er komt ook weer een nieuwe track voor je aan. Teach Me. Wat voor track gaat dat worden? Gospel. Ja? Ja. Vertel. Nee, serieus? Ja, gewoon pure gospel. Vet. Maar vertel, want hoe ben je op dat idee gekomen daarvan? Ik zat een beetje te kijken en ik wilde een keer wat anders maken dan ik normaal doe. En toen kwam ik op YouTube, op iets van pagina 12. Ik zat gospel, oude gospel echt. Ja. Onbekende gospel te zoeken. Kwam ik een a cappella tegen en die vond ik zo gaaf. Die heb ik meteen gedownload en bewerkt. En eigenlijk dat nummer in die avond afgemaakt en klaar. Maar en moet ik het dan zo... En, hele enthousiaste reacties van het label en zo gekregen. Dus zo kwam het. Maar moet ik het dan nog steeds zien? Gewoon de bakermatachtige, de zomerachtige deuntjes met een gospelkoorde in dan? Het is super vrolijk. Het is super uplifting, super vrolijk. Alleen het is wat energieker. Er zit meer energie in. Ik ben benieuwd. Wanneer kunnen we dat gaan verwachten? November. Oké, kijk. Ja. En snel. Daarnaast zag ik ook eens dat jij in ieder geval nog iets gaat doen. Een remix maken voor een grote Engelse artiest, heb ik gehoord. Ja. Maar ik kan nog niet. Ik heb net gehoord dat ik het nog niet mag zeggen wie het is. Maar
Maar het is een groot Engels artiest. Ook geen even een kleine tip? Nee, nee. Helemaal niks? Nee, ik ben heel streng. Esther is heel streng. De Esther is degene die met jou mee is, die bepaalt of je dat wel of niet mag zeggen. Maar in ieder geval, binnenkort is groot nieuws van Bakermaatkant. En in ieder geval dus met een gospelcore, wat ik wel heel erg tof vind wat eraan gaat komen. Ik vind het ontzettend leuk om met je te praten, maar ik denk dat ik het nog leuker vind om gewoon werk van je te horen. Dus ik wil je eigenlijk gewoon vragen om naar de DJ-boot te gaan. Oké. Want we hebben hier live in de studio Bakermaatkant.